Voorzitter en burgers van Nederland. Dit debat kent inderdaad een enorme agenda. En dat betekent dat wij natuurlijk ook alle agendapunten onmogelijk allemaal kunnen behandelen. Ik vind het wel heel jammer, want de vele vraagstukken in de zorg verdienen allemaal onze aandacht. Maar ik begin met de acute zorg. De minister schrijft in zijn Kamerbrief dat deze zorg slimmer georganiseerd moet worden. Daar kan natuurlijk niemand het mee oneens zijn. Hij schrijft ook dat goede acute zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn, ongeacht de woonplaats. En daar begint voor mij de schoen al een beetje te wringen. Want de minister heeft het ook over het sluiten van posten, over het doen samengaan van posten voor spoedeisende hulp met huisartsenposten, waardoor een nieuwe constructie ontstaat die niet gelijk is aan een spoedeisende hulppost. Door posten te sluiten moeten mensen verder reizen voor acute zorg. Wat mij betreft kan dat nooit de bedoeling zijn. Het sluiten van een spoedeisende hulppost heeft gevolgen voor het hele ziekenhuis. Vanuit de spoedeisende hulp komen mensen immers ook op een afdeling in het ziekenhuis terecht. En eerder werd voorgesteld om patiënten vanuit de spoedeisende hulp toch naar het voor hen dichtstbijzijnde ziekenhuis te sturen. Voorzitter, ik vind het onwenselijk dat we in de toekomst met patiënten gaan slepen. Eerst verder weg naar de spoedeisende hulp en dan weer terug naar de eigen woonplaats voor een ziekenhuisbed. Niemand kan mij wijsmaken dat dat efficiënt en patiëntvriendelijk is. Bovendien doet het een groot beroep op de ambulancezorg, waar ook al een tekort aan is. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen heeft zelf een aantal voorstellen om de acute zorg slimmer te organiseren. En ik wil de minister graag oproepen om daar goed naar te luisteren. Wij maken vaak de fout om achter bureaus oplossingen te verzinnen zonder echt goed te luisteren naar mensen uit de praktijk. De vereniging stelt voor om spoedpleinen in te richten waar verschillende vormen van acute zorg samenkomen. Acute zorg is immers meer dan de spoedeisende hulp. Maar vaak belandt men wel op de spoedeisende hulp, omdat de andere vormen van zorg gesloten zijn. Hoe kijkt de minister aan tegen dit plan? En ook de Nederlandse Internistenvereniging en de Federatie Medisch Specialisten geven aan dat de gehele acute zorgketen betrokken moet worden bij het toekomstbestendig maken van de acute zorg. Waarbij fragmentatie van die zorg juist als een bedreiging wordt gezien voor die toekomstbestendigheid. Zoals ik dat zie, staat dat haaks op die concentratie. De Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen geeft ook aan dat de huidige bekostiging de tweede lijnzorg stimuleert, maar niet de eerste lijnzorg. Deelt de minister deze conclusie en hoe kijkt hij daartegen aan? De minister heeft het over zorgconcentratiecentra. Kan de minister daar uitleggen wat hij daar precies mee bedoelt en hoe zou dat leiden tot een meer toekomstbestendige zorg? Voorzitter, de minister kijkt ook erg vanuit de efficiëntie naar verbetering van de zorg, maar zoals ik het zie is effectieve zorg de meest efficiënte zorg. Ik neem u mee naar de pilots die zijn gedraaid, waarin huisartsen meer tijd kregen voor de patiënt. Dit leidde tot 30% minder doorverwijzingen en tot minder voorgeschreven medicijnen. De huisartsenvereniging vraagt daarom ook om meer tijd per patiënt. Huisartsen geven aan dat juist in de kleinschaligheid en de aandacht voor de patiënt de winst te behalen valt. In het hoofdlijnenakkoord is meer tijd voor de patiënt opgenomen, maar de huisartsen zien dit niet terug in het beleid. Voorzitter, de huisartsen willen geen woorden, maar daden. Hierbij neem ik even de gelegenheid gebruik om Feyenoord veel succes te wensen vanavond. We gaan winnen. Ik zie nu. Schoot me ineens te binnen. Wanneer gaat de minister dit daadwerkelijk realiseren via harde afspraken? Verder wijzen de huisartsen erop dat er vanaf 2023 een flinke lastenverzwaring aankomt. En dat is nu juist niet de bedoeling. Deze lastenverzwaring wordt veroorzaakt door de financiële verantwoording die dan verplicht wordt. Juist als het gaat om kleinschalige eerste lijn zorg slaat deze verantwoording dan eigenlijk de plank mis. Het doel van deze verantwoording is immers het tegengaan van fraude. Maar juist bij deze zorg is daar nauwelijks sprake van, omdat de zorgverleners een direct contract met de zorgverzekeraars hebben en al jaarlijks een accountantsverklaring overleggen. Is het niet zinvoller om de kleinschalige eerste lijn zorg uit te sluiten van deze verplichting? En zo niet, is de minister dan bereid om te zoeken naar een andere oplossing en te voorkomen dat we de lastendruk voor de huisartsen nog meer verhogen? Voorzitter, tenslotte over de medisch specialisten. Ik was vorige week op werkbezoek in het Deventer ziekenhuis. Daar hebben ze een maatschap van specialisten en zij gaven aan helemaal niet blij te zijn met het voornemen om de medisch specialisten in loondienst te laten gaan. In maart. Nou, misschien kunt u even luisteren naar hun argument voordat we gaan lachen. In maart hebben alle medisch specialistische bedrijven in Nederland zich ook uitgesproken tegen dit voornemen. Zij geven daarbij aan dat het argument dat loondienst goedkoper is niet klopt. En dat plafondafspraken met ziekenhuizen en zorgverzekeraars voorkomen dat er ongelimiteerd gedeclareerd kan worden.
In het Deventer ziekenhuis waar ik op bezoek was, hebben ze ook in de maatschap afgesproken dat iedereen gewoon hetzelfde verdient. Dus zowel de kinderarts als een oogarts, als een welke specialist dan ook, iedereen heeft daar hetzelfde loon. Dus er wordt daar niet de zakken gevuld met declaraties. Wel zorgt de maatschap daarvoor een prettige sfeer waarin alle zelfstandigheid kan worden samengewerkt. Voorzitter, lossen we wel daadwerkelijk iets op met dit voornemen of zorgen we er alleen maar voor nog meer onrust in de ziekenhuizen? Graag een reactie van de minister. En tenslotte, ik wil wel even reageren op het toch wel een beetje hoongelach wat ik hier net hoorde. Dit is nou precies het voorbeeld wat ik altijd bedoel. Wij maken hier beleid zonder echt naar de mensen uit de praktijk te luisteren. Er wordt eigenlijk, zo vat ik het een beetje op, gedaan van ahaha, logisch, zij willen lekker geld verdienen. Deze mensen voeren serieuze gesprekken met politici en die dragen gewoon serieuze argumenten aan. En daar mag iedereen het niet mee eens zijn, dat vind ik prima. Maar ik vind het heel aanmatigend dat hier daarover zo een beetje haha wordt gedaan. Dit zijn gewoon serieuze mensen en die komen met serieuze argumenten. En daar kunnen we gewoon een debat over voeren, dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik zou graag willen om dat gelach achterwege te houden. Uit respect voor deze mensen die zorgen voor onze zorg. Dank u wel.